Ja, de eerste vraag is dan of je een beetje op twee gedachten hinkt wat je nou met dit resultaat moet. Op zich natuurlijk een punt tegen AZ is lekker, maar ja, je begrijpt het met dit wedstrijdverloop de vraag. Ja, ik denk dat je het heel goed verwoordt. Ik denk als je drie keer voorkomt, dan is het wel zuur dat je hem ook drie keer weer weggeeft. Maar aan de andere kant, AZ is een goede ploeg en als je daar een punt tegen pakt, dan dat is niet slecht. Alleen ik denk, hoe de wedstrijd verloopt, dan is het wel zonde en onnodig. Verras je toch, ja, jullie hebben opeens die goede lijn weer te pakken, hè, de laatste weken. Maar verras je toch dat je tegen AZ, toch een van de top 4 ploegen al jarenlang in Nederland, dat je dit kan brengen? Want jullie halen gewoon een goed niveau, anders kom je niet drie keer op voorsprong. Nee, ik denk dat je komt drie keer op voorsprong en ja, dat dwing je wel af. Het is niet dat ze zomaar uit de lucht komen vallen. En dan is het toch, als je hem dan drie keer zo makkelijk weggeeft, dan is het toch zonde. Ik denk, we zitten in een goede fase, we voelen ons goed. En dat laten we ook zien op het veld. We spelen met zelfvertrouwen. We wisten sowieso wat we konden en dat komt eruit. En ja, dan sta je met zelfvertrouwen de wedstrijd te spelen. En dan ook tegen AZ kan je het zo moeilijk maken. Was er nog meer uit te halen? Want je zegt inderdaad, je geeft onnodig die goals weg. Maar jullie liepen jullie misschien wat te veel naar achteren? Liet je dan AZ te veel komen? Of is dat gewoon hun kwaliteit dat onvermijdbaar is? Nou ja, het is wel de kwaliteit van AZ dat je het moeilijk wordt op een gegeven moment om druk vooruit te zetten. Ik denk, de fase dat we het deden, kwamen we niet in de problemen. En ja, op een gegeven moment dan ga je toch onbewust achteruit lopen. En dan kom je zo erg onder druk te staan en dan blijven de ballen komen. En dan wordt het steeds moeilijker. Ik denk wel als je dan toch hoog druk kan blijven zetten. Zoals in het begin van de tweede helft en ook verloop van de tweede helft. Jij bent tegenwoordig in aanvallend opzicht, waar ik mijn camera even recht zet terwijl iemand er tegenaan liep. Want dit gesprek is ook op onze website later terug te zien. Jij bent tegenwoordig zo'n gevaar in aanvallend opzicht met het hoofd dat er, als jij een kopkans krijgt, maar even aan de noodrem getrokken moet worden. Dus een penalty. Ja, maar de bal kwam en ik weet niet eens of ik hem wel erin zou kunnen koppen. Alleen, daarom zeg ik, je faam snelt je vooruit. Ja, het stagneert een klein beetje op dit moment, maar ik denk, ik werd vastgepakt en zonder twijfel was het een overtreding. Ja, wat betreft Jurgen Martijn, aanvallend opzicht, verdedigend, wat bij jou wel opvalt, in Nederland wordt altijd gepraat, alles moet voetballend opgelost worden. Maar jij rost de bal gewoon ruksigloos naar voren of de tribunes in als dat moet, en dat zie je lang niet altijd. Ja, ik denk dat ik dit jaar wel de switch heb kunnen maken. Ik denk dat ik dat ook vorig jaar nog een aantal momenten waren dat ik het op een niet op een mooie manier, maar dan wilde ik de bal niet uitschieten of naar voren schieten. En dan werd het of gevaarlijk of het was gewoon een tegendoelpunt. En dat is het dit jaar, dat probeer ik eruit te halen en het lukt. En ik denk als verdediger in Nederland moet je kunnen voetballen, maar je bent gewoon centrale verdediger. En het begint bij verdedigen en het hoeft niet mooi. En als die bal weg moet, dan maakt dat me ook niet uit om de bal het stadion uit te schieten. Kan ik je feliciteren met een punt? Kunnen mensen boven in de businessclub dat doen? Nou, ik denk dat ze boven elkaar wel feliciteren. Bij ons is het, de stemming is iets minder, omdat we toch het gevoel hebben dat er iets meer in zat. Maar ik denk dat ze gedoucht hebben en alles. En een punt tegen AZ, dat is uiteindelijk niet slecht.